Hoe behoudt de hortensia zijn kleur? Ja, de hortensia, wie kent hem niet, hè? prachtige plant, in alle tuinen komt hij wel terug. Je hebt verschillende kleuren: wit, lichtroze, rood tot heel diep blauw. Echt heel erg mooi. En over die kleur overigens gaan echt de wildste verhalen: van spijkers in de grond tot roestwater tot ander oud ijzer in de tuin ingraven, noem maar op. Maar hoe zit het nu precies met de kleur van de hortensia? Sowieso heeft elke Hortensia zijn eigen voorkeurskleur. Maar stel nu dat je een hortensia hebt wat roze en je wilt hem naar blauw laten verkleuren. Dat is een combinatie van twee factoren. Ten eerste heb je een zure grond nodig, bijvoorbeeld tuinturf erbij stoppen. Dan krijg je een lage pH-waarde. En metaalionen ionen in de grond. Dat doe je door aluin toe te voegen, aluminiumsulfaat of uh, misschien zelfs je oude spijkers erbij gooien. Wat er dan gebeurt. Is dat die roze kleur langzaam gaat verkleuren naar blauw. Maar je houdt helemaal niet van blauw en je wilt het weer terug hebben naar roze. Dan moet je juist kalk bij je hortensia strooien, want dan wordt de zuurgraad minder van de grond en dan zal je zien dat die blauwe kleur langzaamaan weer verdwijnt, soms via paars weer naar een roze. Maar vergeet niet dat een licht roze hortensia nooit donkerblauw zal worden. Die zal dan altijd verkleuren naar lichtblauw. Maar hoe weet je nu wat voor grond jij in de tuin hebt en hoe zuur die is? Nou, heel simpel. Er zijn speciale testsetjes in het tuincentrum te koop of je vraagt de vakman.